Betul is 23 jaar oud en samen met de 6 jaar oudere Semmes. Op 8 juli 2019 bezoekt het vriendje het appartement van haar familie, maar ze keuren de relatie niet goed. Beide families zijn vijanden. Betuls familie heeft een andere man voor haar uitgekozen, Berlijn in 2019. Het paar gaat ervan uit dat niemand van de familie voor 20:30 thuis is. Ze doen waarschijnlijk wat jonge mensen doen als ze verliefd zijn. Broeder Ibrahim komt echter eerder thuis. Hij vindt zijn zus licht gekleed en zonder hoofddoek. De minnaar verstopt zich in de kast. De broer schreeuwt, ik vermoord je, waarna de minnaar uit de kast stormt om zijn vriendin te helpen. De broer steekt hem een dozijn keer, sommige sneden zijn 20 centimeter diep. Semmes vlucht, komt later naar het ziekenhuis, ondergaat een spoedoperatie en overleeft het. De politie arresteert Betul voor het eerst omdat ze beweert hem te hebben neergestoken. Omdat broer Ibrahim een strafblad heeft en nog in de proeftijd zit. In december 2019 begint het proces over poging tot moord voor het Landgericht van Berlijn. Het motief is gekwetste familieeer. Het slachtoffer probeert de zaak te bagatelliseren. Dit is niet ongebruikelijk voor eremisdaden in de rechtbank, knielen, kussen voor de schoonvader, de familie is vandaag gelukkig met het liefdesgeluk van het paar. Ze waren getrouwd volgens de islamitische riten. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal, onderzoek eerwraak.